deze zaak gaat het om een overval op de Albert Heijn in Best, hier aan de Boterhoek. En niet een overval die 's morgens vroeg gepleegd wordt, nee, een die 's avonds gepleegd wordt, terwijl de winkel gewoon open is en de klanten hun boodschappen doen. En de dader staat op bewakingsbeelden. Het gebeurt op zaterdagavond 15 februari rond 7:45. En dit is de man waar het om gaat. Het lijkt een gewone klant, al viel het op een gegeven moment meerdere mensen op dat hij wel opvallend lang een beetje rondliep te dralen. Eerst gewoon door de winkel en dan staat hij in de buurt van de kassa een beetje te wachten. En dan is duidelijk waarom. Zodra de cashier de kassa opent, komt hij naar voren met een mes. Doet een graai in de kassa en gaat er dan weer vandoor. Het is een blanke man van een jaar of 30, 35. Hij draagt een donkere stoffen muts en is vrij lang, zo'n 1,90 meter. Als hij buiten komt, rent hij linksaf, die kant op in de richting van het Italiaanse restaurant. Eenmaal het Italiaanse restaurant voorbij, rent hij verder de Boterhoek uit en de Nazarethstraat in. En dan wordt het interessant. Want dan komt hij ook langs deze kapel, bij het uitvaartcentrum hier in de buurt. En hier wordt later ook een mes gevonden. En misschien zegt iemand dat mes wel iets. Of misschien is er iemand die heeft gezien dat hij het hier heeft achtergelaten. Als dat zo is, willen we dat natuurlijk heel graag weten. Er zijn nog wat bijzonderheden die kunnen helpen de overvaller te vinden. Let namelijk ook op zijn kleding. Hij draagt een Marco Polo jas met erop een logo. Op de beelden niet helemaal goed te zien, maar van getuigen weten we dat hij daarnaast waarschijnlijk Lacoste sneakers aan had. Uw vermoedens en andere informatie kunt u met de politie delen via de tiplijn 0800 60 70. De overval gebeurde om ongeveer 7:45 op zaterdagavond 15 februari. En ongeveer 20 minuten voor de overval ziet een getuige hier op de Nazarethstraat iemand rijden op een scooter zonder helm. Het was geen racemodel en er zat geen scherm op de scooter. Wie kan er iets meer vertellen over die scooterrijder? Er zijn dus wat aanknopingspunten richting de dader. Het mes dat bij de kapel is teruggevonden. Zijn kleding, de Marco Polo jas met het logo en de Lacoste sneakers. En dan de scooterrijder die voor de overval is gezien. Zegt dit alles u iets in combinatie met de bewakingsbeelden? Ook mensen die bij de overval in de winkel waren en die nog niet met de politie hebben kunnen spreken, doe dat alsnog. Bel 0800 60 70. Zonder uw naam te zeggen informatie doorgeven, dat kan ook. Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.